Goed, Composer. Wat is dat juist? We gaan kijken wat de basics zijn. De basic zaken van Composer. Externe packages, dat zou je wel een idee moeten geven van wat, wie of wat Composer is. Autoloading, wat wil dat zeggen? Dus eigen scripts en je eigen packages deployen. De basics. Nu, Composer is een dependency manager en autoloader voor PHP. Het is een van de meest gebruikte tools in PHP, net zoals NPM, dat is voor JavaScript. Je probeert twee zaken te voorkomen: zeg maar. toevoegen van third-party code om te zorgen dat dat allemaal vlot verloopt, en het autoloading van code. En dat is misschien nog het belangrijkste wat er niet in NPM in zit. Um, want wat hebben we nu tot, tot nu toe gezien? Ik ga eens kijken, hebben we autoloading komt nog waarschijnlijk. Ik ga voorbeeld geven, het ja, is dus toevoegen van third party code. Dus het is een dependency manager. Dus wat wil dat zeggen als je project A binnenhaalt dat steunt op BNC? Wel, standaard gaat die BNC binnentrekken. Exact hetzelfde principe als NPM. En in plaats van package.json gaan we nu composer.json hebben. Dus we gaan effectief gewoon een andere file hebben die alles uh, regelt voor ons project. Excuseer, mijn stem is een beetje weg van gisteren. Um, standaard zijn er een aantal, um, moet ik moet zeggen, um, voor. <coughs> Excuseer. <coughs> voor PHP zelf, voor standaard PHP, heb je ook een aantal packages die altijd heel vaak worden gebruikt. Uh, logging is bijvoorbeeld zo een van: Monolog uh, is een package die toelaat om heel makkelijk heel uitgebreide logs te schrijven. Op dezelfde manier kan je dat gebruiken eigenlijk in PHP. Wij gaan dat direct zien. In de context van Laravel, maar je kan, uh, het zit, zit, zit niet in het curriculum, maar je kan eens gaan kijken hoe je Composer gebruikt bij een standaard PHP-website. Dat gaat ook perfect. Uh, de beginstappen zijn hetzelfde. Maak een Composer-project, importeer een uh, package, net zoals npm install, is het Composer-require, en je bent op je weg, included. That's it. Autoloading van code. Dit kennen jullie waarschijnlijk. Uh, die zaken hebben we ook een meerdere keren nu al gedaan als we met databases aan het werken zijn. Voor degenen die die database oefeningen af hebben. Uh, super. Goed. Die verschillende files die je overal moet includen, maakt het inderdaad onoverzichtelijk. Wat is de toekomst met Composer? Eén file. Require dir, de huidige directory, vendor autoload. Nu, vendor kan ik je nu al zeggen, voor degenen die NPM nog kennen, uiteraard. Vendor is de node modules van Composer. In Vendor gaat alles staan van de packages. Uh, en misschien nog heel belangrijk die dependencies. Uh, um, om echt wat verschil te tonen tussen NPM, herinner u nog, pak nu als we een, pa een package zoals Axios importeren, dan requiren wij gewoon Axios. That's it. Axios zelf heeft de requires erin steken. Uh, voor zijn, zijn dependencies. Wat we in PHP meestal moeten doen, is die in een bepaalde volgorde includen, zodat de code gekend is of de klasse gekend is, al het de volgende erin gaat. Dat doet die autoloading ook. Die autoloading gaat automatisch alle dependencies afscannen en gaat in de correcte volgorde al die uh, packages of uh, blokken code zeg maar, gaan importeren. Get Composer. Voor te installeren, dat is het eerste wat je gaat doen uh, straks op jouw desktop of jouw laptop. Dus Windows gebruikt de de installer. Mac gebruikt de command line. Uh, voor een bepaalde reden. Eerst en vooral vanaf nu in Laravel sudo. Voor de heren dat dat niet kennen op hun Mac, dat is uw nieuwe vriend. Sudo zorgt ervoor dat je commando's kan uitvoeren en uh, basisrechten overschrijft over bepaalde folders. Want bij Laravel en Mac. Er gaan een aantal zaken mislopen. Sowieso. Uh, ik zou zeggen, het is uw eigen fout dat je de bak hebt, maar wie ben ik om dat te zeggen? Uh, in de command line ga je merken die Getting Started op de Cat Composer. Ik zal straks even door de documentatie gaan. Die gaat voornamelijk zaken doen, die gaat alles uitleggen. Externe packages. Uiteraard. Hoe gaan we iets installeren? Composer require project slash package. Dus uh, je ziet, hier is monolog slash monolog. Ik ga de, dus composer require is hetzelfde als npm install. Natuurlijk hebben we eerst een composer json file nodig en met hetzelfde commando composer init, net zoals npm init, maken we zo een json file Hier zijn een aantal keywords in. Ik ga even, oh, ik ga even kijken. Dus hier bij name, dus de, de naam van mijn package. Het is altijd de author slash de naam van de package. Description, mijn testpackage, uiteraard. Typen oké, okay, require. En require dev. Dat is hetzelfde als dependencies en dependencies dev in node modules. Dus require, die heb ik allemaal nodig voor een project. En require dev heb ik enkel nodig voor um, development en niet voor een productieomgeving. Bijvoorbeeld, wat staat er in? PHP unit. PHP unit is een heel bekende package voor unit testing. Unit testing heb je niet nodig op productie. Goed. Composer update is hetzelfde als npm install. Update alle wijzigingen in de require en require dev. En Composer Update NodeF is effectief voor enkel de productiepackages te installeren. Semantic versioning, ik denk dat ik dat al heb aangehaald binnen uh, Web2, nu dat ik eraan denk. Maar dus, dat is hetzelfde met die major-minor patch. Dus deze drie, uh, of ja, soms drie uh, versies. Versienummers, oh, sorry. Versienummers die zijn effectief. Uh, Belangrijk. Ik, denk dat, daar, ik, ik weet dat ik het gegeven heb in Web 2, want dat was effectief een examenvraag. Dus uh, dat ga ik even skippen. Semantic version. wordt hier ook gebruikt. Composer.json. Uh, je kunt heel makkelijk in command line. Uh, zeg maar, van alle gegevens gaan bepalen. Dus Composer show gaat dicht zo alle geïnstalleerde packages tonen, alle dependencies van die packages. En min T toevoegen om een boomstructuur te krijgen. Ik ga dat proberen straks te demonstreren in mijn live coding sessie, dat je dan, dat, dat je dan een keer ziet. Maar houd u niet in, uh, pak nu als je Laravel straks installeert, dat wat een gigantische boomstructuur is, um, dan kun je dan een keer composer show min T doen. En dan ga je kijken wat daar allemaal bij staat. Alles wordt geplaatst in Vendor, net zoals ik al gezegd heb, zoals Node modules. Vendor include je ook best in de github-nordfase, zodat die niet meegaan. <coughs> composer lock is juist hetzelfde als... Package lock. Uh, alle correcte info zit daarin voor als uw package gebruikt wordt door andere mensen. Uh, er zit meer zaken in, uh, bijvoorbeeld timestamps uh, en de bron. Die timestamps zijn belangrijk, want een composer lock geeft eigenlijk de laatste staat mee. Als ik u een project meegeef van gisteren en ik heb daar vandaag nog aan gewerkt en ik heb die lock niet overschreven, dan heb jij de staat zoals het is van gisteren. Waarom is dat belangrijk? Als je op git werkt met verschillende branches, bijvoorbeeld. Dan kan het zijn dat je, uh, je masterbranche is van vorige week en je hebt momenteel al twee of drie features gepusht. Die composer lock in je masterbranche gaat van een andere datum zijn. Dus iemand die je project krijgt kan direct kijken: dit is de laatste versie. Packages is de npm.js-versie -Yes voor PHP, dus te vinden op packages.org. Dat is voor alle soorten packages, uh, net zoals bij npm. Ja, oké. Okay. Packages gebruiken. Uh, dus als je een nieuwe file aanmaakt, index.php, als je die überhaupt wilt gebruiken, dus dit is voor standaard PHP, alles kunnen gebruiken is require vendor autoload. Done. Soms doe je nog dit maar dat is voor als je op een webserver zit en routing en zo. Tot daar aan toe. Um, vendor autoload gaat ervoor zorgen dat al je packages beschikbaar zijn. Dus in tegenstelling tot Node, waar we eigenlijk. Eén voor één ging je requiren. Dus uh, pak nu, ik heb, ik zeg maar iets, uh, Axios, uh, een unit test en een logger. Dan moet ik die alle drie requiren in mijn aparte Node-files om die te kunnen gebruiken. Je zou dat kunnen in een aparte file steken, maar dat moet je manueel doen. Autoload geeft toegang tot alles. Waarom wordt dat gedaan hier en waarom niet bij Node? Wat is het grote verschil hier? Standaard hier zit alles op de server. Dus die gaat die code erop, maar die, die laat dat gewoon in het geheugen in. Je hebt een webserver, en dat wordt er allemaal klaargezet. Node is uiteindelijk ook gewoon maar een script. Dat draait niet altijd op een server, gewoon een script. Dus de reden hier is van, je hebt een Apache die al die zaken regelt, dankzij die autoload. Dan komt die in het geheugen terecht, en je hebt er, uh, tot, al die functionaliteiten tot je beschikking. Autoloading. Ik ging nog iets zeggen, ik ben iets vergeten. Ah, uh, wacht hè. Nee. Ik ging nog zeggen, van ik kom er straks op terug, maar ik ben het vergeten. Um, keep me honest in chat, dus uh, laat me weten als er iets is. Of als, ge, als ik iets overgeslagen heb. Autoloading. Autoloading is een standaard. Dus phpfik.org, dat is um, community-driven. En php is nog altijd open source, voor zover ik het weet. Um, daar wordt de standaard bepaald voor autoloading. Dus eigenlijk dat is een core-groep die gaat bepalen van hoe de toekomst van PHP eruit ziet. Uh, in vergelijking met die S, is PHP is iets albolliger. Het komt albolliger over. Je gaat albolligere sites zien. Schoon uh, is dat PHP ook al langer meegaat. Uh, originele website van Facebook, ik zeg het, in PHP. Dus autoloading, interfaces, HTTP, coding styles, al die standaarden staan daarop. Uh, die zou je kunnen gaan bekijken. Ik ga even zien, ik deel mijn scherm, neem ik aan. Ja, dus collaboration en standaards, dus je recommendations. PSR's, dat zijn officiële uh, zaken. Ik denk de PSR 4 is de autoloading standaard. Uh, dat is hoe je uh, het autoloading oplost of hoe het zal gebruiken. Nu een package, dat de, uh, gedis, uh, een package dat eigenlijk gepublished uh, wordt, moet eigenlijk zo, zo goed moet voldoen aan de standaard van PSR-4 om Composer zijn werk deftig te laten doen. Vandaar dat er die zaken erin staan. Bijvoorbeeld implementaties, uh, bijvoorbeeld uh, compliant code, course example, class example, staat er allemaal in. Dat is echt voor als je een keer de deep dive wilt hebben uh, daarin. Uh, Fig is inderdaad, dus dat is een groep. Dat is een gewone groep die dat erachter zit en uh, die samenwerkt eraan. Goed. Uh, dat is het voor Composer. Ik heb zelfs de packages er naar gezet omdat we dat niet meer gaan doen. Ik heb het eruit geknald. Dat is juist. Uh, Zelf gaan we geen packages meer um, publishen. Je kan dat doen. Packages. Net zoals bij npms, dient jouw package. Voilà. Hoe gaat je zelf een package publishen? Je gaat in je composer.json al je info moeten zetten, uiteraard. Uh, je gaat dat committen naar je Git repo. En dan kun je dat publishen door effectief in te loggen en die connectie te maken. Uh, ik ga even kijken of mijn Awesome Package nog bestaat. Uh, ik had er ooit een voor een demo gemaakt. Mm -hmm. Ik denk het niet. Mike D. Nee, ik ben eraf gesmeten. <laughs> wat, ter, wat normaal is. Um, natuurlijk, net zoals bij. Ik, ik weet niet of ik dat bij Web2 echt Web, heb aangehaald. Maar net zoals bij Web2 en, en, en bij NPM. De meeste van die packages zijn gewoon allemaal gelinkt aan GitHub. Hè, en vanaf dat je pusht op de master. wordt die ook hierin geupdate. Daar zijn echt hele guidelines rond. Ehm. Um, dat is echt super interessant om een keer dieper op in te gaan, om te kijken van hoe onderhoud je nu een package. Stel dat jij een functionaliteit gaat schrijven, hoe komt het, er, hoe komt het dat als ik NPM, update, uh, npm install en composer require doe, dat die, dat die uw laatste versie van die package gaat binnenhalen. Dat is echt wel een, een interessant proces, daar kan je zeker eens naar gaan kijken. Goed, dat was het voor composers.